Mijn verhaal gaat over disruptie. Disruptie in onderwijsland. En de vraag die ik me stel is, komt het Kodak-moment voor het hoger onderwijs eraan? Maar nu vraag jullie je vast af, wat heeft die kikker daar nou mee te maken? Kennen jullie het sprookje van de kikker? Van die weerzinwekkende kikker op de waterput? Nee? Voor mij staat het sprookje metafoor voor het onbekende tegemoet gaan. En daarna voor mooie verrassingen komen te staan. Het leert mij dat je nooit iets bij voorbaat moet afkeuren, want je weet niet wat het voor je op kan leveren. Dus wat mij betreft wordt het tijd om de kikker wakker te kussen en de betovering te doorbreken. Voordat ik jullie wat meer ga vertellen over smart onderwijs, wil ik jullie voorstellen aan de studenten die in het kader van interstedelijk studentenoverleg on tour zijn gegaan. En die wat vertelde over hoe zij het onderwijs graag zien, daar wil ik een aantal fragmenten van laten zien. En een van onze studenten van Hans Hogeschool. Bij het feit dat de instelling waaraan ik studeer mijn collegejaar voor mij al volledig heeft uitgestippeld. En dat er voor mij nog minieme keuzevrijheid is. Terwijl ik al wel goede plannen heb voor mijn carrière en hoe ik mijn verdere studieloopbaan voor mij zie. Maar dat wordt beperkt door de regels die de instelling op mij legt. Ik ben ook een persoon die het heel erg lastig vindt om 2 uur stil te zitten. En sommige colleges zijn ook nog langer dan dat. En voor mij is dat echt, na 2 uur haak ik echt af, loop ik weg, ga ik naar huis. Want langer dan dat hou ik niet vol. En als ik thuis in mijn rustige zen-omgeving zit, kan ik gewoon pauze zetten. Kan ik hem versneld afspelen. Dat geeft gewoon heel veel rust voor mij als persoon. En daarnaast weet ik gewoon zeker dat die weblectures ervoor hebben gezorgd dat ik een aantal vakken wel heb gehaald die ik anders niet zou hebben gehaald. Dus wel positief voor de resultaten. Het belangrijkste is dat je als docent met studenten daarover kan praten. Grote systemen werken denk ik niet, want je moet studenten gerust kunnen stellen of je moet ze juist ambitie geven of soms een schop onder de kont. Maar het helpt heel erg dat je als docent inzicht hebt in wat je studenten willen, waar ze mee bezig zijn, waar ze bang voor zijn. En dan kun je de ruimte voor ze vinden of de ruimte aan ze geven die ze nodig hebben. Ik ben Lotte Westerhof, ik ben 19 jaar. Ik studeer sociaal-pedagogische hulpverlening aan de Hans Hogeschool en ik kom uit Bijzen. Ik wens voor mijn kinderen in de toekomst dat zij nog flexibeler onderwijs hebben. Dat ze op hun eigen tijd kunnen leren en studeren. En dat ze daarnaast ook hun eigen vakkenpakket kunnen samenstellen. Lotte gunt ons een kijkje in de keuken van 2032, zoals zij het onderwijs ziet. Wie in de zaal denkt dat het werkveld in 2032 nog op zoek is naar diploma's? Mogelijk. Een aantal. En wie denkt dat studenten dan nog diploma's willen halen? Wil het werkveld niet gewoon een professional die bepaalde skills meebrengt die relevant zijn voor de werkgever? En hetzelfde geldt voor de studenten. Willen zij niet gewoon onderwijs op hun eigen moment uitkiezen en het onderwijs waar ze zelf op dat moment in hun ontwikkeling behoefte aan hebben? In de filmpjes die verder in het vierluik van het ISO ook te zien zijn op YouTube, zie je dat de studenten op zoek zijn naar flexibel onderwijs en een gedigitaliseerd aanbod. Wat ze daarmee bedoelen is dat ze meerdere keren in het jaar een bepaald college willen kunnen volgen. Ze willen dat kunnen combineren met werk, met stage, met buitenschoolse activiteiten. En zeker gezien het nieuwe leenstelsel is het ook een gerechtvaardigde vraag. Ik denk dat een student ruimte moet krijgen om het onderwijs op zijn eigen tempo te kunnen volgen. Dus sneller als hij snel wil, langzamer als hij tijd nodig heeft om meer te gaan werken. Wat je ook ziet is dat ze behoefte hebben aan nieuwe onderwijsvormen. Interactieve lessen, feedback op hun eigen leerresultaten. Niet alleen van docenten, maar ook van de studenten om zich heen. En ze willen actief ingezet worden in een denk- en doestand en aangezet worden tot samenwerking. Want door samenwerking en ervaring opdoen, daar leer je toch het meest van. Ook is er nog steeds een behoefte aan on-campusbeleving. En die ziet er vooral over het algemeen in de presentatie over het algemeen dat het gaat over specifieke ervaringen. Dus andere studenten ontmoeten en met name met nieuwe ontwikkelingen in aanraking komen.
dingen die je anders niet meemaakt. Dus dat moet echt een extra beleving zijn die je daar tegenkomt. En ze hebben behoefte aan docenten die ook buiten hun lesstof treden en echt toegevoegde waarde leveren aan wat ze al op internet kunnen vinden. En ook vooral vanuit het grotere plaatje denken en werken. Je zou het kunnen samenvatten als de Any3, dus Anytime, Anyplace, Any Device. Zoals via Skype een gastcollege volgen als je in het buitenland zit. Op meerdere momenten in het jaar een bepaalde module kunnen volgen. Tussentijds toetsen om te kijken van waar je staat en wat je nog te doen hebt. Je eigen leerroute kunnen samenstellen, bijvoorbeeld door certificaten te stapelen. En als een soort persoonlijk profiel ook in je cv te kunnen zetten. Dus het gaat om de leerbehoeften vanuit de student en het wordt steeds meer niet geaccepteerd als je dat niet kunt krijgen. Ook is de eeuwige student terug, denk ik. Het wordt ook wel leven lang leren genoemd. En je ziet dat mensen die ook al aan het werk zijn dezelfde behoeften hebben als de studenten nu. Any place, anytime, anything kunnen leren. Veel beroepen vragen ook om voortdurend leren. Niet alleen de ICT. Zo gauw je afgestudeerd bent in ICT, heb je eigenlijk al verouderde kennis. Maar in veel beroepen komt ICT naar voren. Dit is voor mij de vraag naar onderwijs in 2032. Nu wil ik wat meer vertellen over smart. En smart, het begrip smart. Wil ik presenteren naar analogie van Smart City. Vorig jaar stond in het Parool een artikel van Sander van der Drift van het afstudeerproject wat hij gedaan heeft voor de gemeente Amsterdam, waarin hij 500.000 foto's van Flickr heeft gebruikt en daarmee de bezoekersstroom in kaart heeft gebracht. Dus hij heeft niet alleen daarmee heeft de gemeente Amsterdam niet alleen statische informatie over bezoekers, maar vooral ook hoe de toeristenstromen door de stad gaan. Nou, dat wordt ervaren als een groot probleem en doordat ze daar nu veel meer informatie over hebben, kunnen ze daar veel betere maatregelen voor treffen. Dat is denk ik één aspect van Smart City, slim omgaan met data. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam zijn ook volop bezig om een Smart City te worden. Het gaat erbij om het slim gebruik maken van ICT om beter aan te sluiten op de behoeften en het gedrag van haar inwoners. En inwoners ook de mogelijkheid geven om zelf daarop door te ontwikkelen. Nou, we zien dat heel goed in het filmpje van de stad Groningen, City of Talent, die ook druk bezig is met smart city concepten. Every morning Tom gets on his bike to go to work, because it's both quick and healthy. Ah, he passes his favorite traffic light. This one has a rain sensor that prioritizes bikes when it's raining. And there are smart street lights. The lights dim as soon as he's passed, which reduces light pollution and energy use. By the way, this morning he loaded his washing machine. Because the sun is shining, it will probably turn on any minute now. Tom's house is connected to a smart grid, and he uses energy-hungry appliances only when there's enough solar power available. Tom has just parked his bicycle at the Launch Cafe, where he's working on an app using Open City Data. Energy use, parking, public transport, use of rubbish containers, the city provides him with all the data he needs to build useful applications. As you can see, innovation in Groningen is user-centered. This is helpful in our daily lives. Lantaarnpalen die weten wanneer je langs fietst, stoplichten die bij regen de fietsen voorrang geven, een intelligent energienet dat vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar afstemt. En wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven energie doorgesluist worden naar andere woningen. In een smart city heb je dus niet alleen een smart overheid die goed met data omgaat en smart citizens, maar je hebt ook smart bedrijven. Airbnb is daar een heel goed voorbeeld van. Die is eigenlijk nog sneller dan Booking.com heel succesvol geworden door kamers te verhuren van particulieren en via internet de toerist te koppelen aan een kamer. En wat het nou speciaal bijzonder maakt is, de meeste mensen willen een soort couleur lokaal.
He, dus die willen waar ze heen gaan ook het leven op die plek ervaren. Nou, dat krijg je veel makkelijker als je in een ruimte zit van een inwoner dan in, laat ik zeggen, Formule 28 hotels waar er veel meer van hetzelfde zijn en die vaak op hele toeristische hotspots zitten. Uber is ook zo'n voorbeeld. En wat Uber bijzonder maakt in dit verhaal is dat zij de klanttevredenheid meten en dat bepaalt voor hun de kwaliteit. Dus zij koppelen de auto's van particulieren aan mensen die een taxirit willen maken. Dus het grootste taxibedrijf zonder taxis. Dus dat is een tweede aspect van Smart City wat mij betreft. Dat je bestaande structuren gebruikt en daarin disruptief weet te zijn. Als je dat dan toepast op smart onderwijs, dan zou je kunnen zeggen, hè, de lantaarnpalen die aangaan als je langs fietst, zou je kunnen zeggen, de leeromgeving past zich aan de student die langskomt. En je zou zeggen, van, nou dat kan helemaal niet, maar er is al een non-profit project in het Amerikaanse Houston, heet OpenStax. En dat project ontwikkelt digitale schoolboeken die met hulp van slimme algoritmen het lesmateriaal aanpassen aan de desbetreffende student. Maar je hebt ook bijvoorbeeld scholen die slim omgaan met data. Zoals een voortgezet onderwijsschool, een voorbeeld wat ik gehoord heb. Dat er economiestudenten of economievakken heel slecht werden gemaakt. En dat de docenten dachten van ja, ze zijn lui en ze zijn niet gemotiveerd. Maar bij nader onderzoek bleek dat ze vooral fout maakten op bepaalde onderwerpen. Die ook in de lesstof niet goed of te snel behandeld werden. En door daarop te reageren en dat veel beter ook bij de student te herhalen of aan te bieden, gingen de cijfers heel snel omhoog. Als je dat dan samenvat, dan gaat Smart City of Smart Onderwijs gaat over dat je ICT als een enabler inzet. Dat je goed kijkt naar het mens en de talenten, datgene wat er in de aanbieding is, wat iedereen heeft. Dat je goed omgaat met data, dat je content digitaal beschikbaar is en dat je flexibel bent. En dat je inspeelt op de behoeften en het gedrag van de klant die je wil bedienen. In het onderwijs echter zijn docenten over het algemeen niet ICT-vaardig en hebben soms zelfs een aversie tegen ICT. Je zou kunnen zeggen dat is de kikker van mijn eerste sheet. Als je dat dan vergelijkt met veranderstrategie en implementatiestrategie, moet je goed kijken waar je nu staat. En ik denk dat wij nou op het randje van de innovator en van de early adapter zitten. En dat je in de theorie van Moore dus ook voor de big scary kloof zit. Dus of we gaan het halen, of we gaan het niet halen. En daarom is mijn vraag, van, is het Kodak-moment aangebroken voor het hoger onderwijs? Herinnert u zich nog dat u de laatste filmpje van Kodak hebt gekocht? Misschien voor een nieuw toestel zelfs en dat gewoon hebt laten liggen? Of in het toestel nog zit misschien, ergens in de kast? Kodak was helemaal niet slecht in digitale fotografie. Maar ze hebben andere keuzes gemaakt als bedrijf en zijn aan de zijlijn komen te staan. Is dat voor het hoger onderwijs ook aan de gang? De titel van deze conferentie klopt dus ook helemaal. Zijn we prepared? Daarmee komen we tot de vraag waar we voor staan. Als je het hebt over hoe kunnen we ons onderwijs smart maken. Ik denk dat we dan 5 dingen moeten doen. We moeten binnen de structuren die we hebben de ruimte pakken, die er wel degelijk is. We moeten slim gebruik maken van data. We moeten het talenten van medewerkers goed inzetten en benutten. We moeten externe partijen onderdeel maken van onze oplossing, maar we moeten ook anders leren kijken naar de diplomafabrieken die we nu zijn. En dat vat ik samen als we moeten een nieuw ecosysteem met elkaar ontwikkelen. En hoe ziet dat eruit? Dat betekent dat onze onderwijsondersteuning smart moet worden, dat betekent dat onze docenten smart moeten worden, maar ook dat onze studenten smart moeten worden. De implementatiestrategie die daarbij past, dat is ook iets wat mij puzzelt. Kent u het tv-programma De Hokjesman? Typisch Nederlands. We gaan even een test doen. Hoeveel hokjes tel je? Wie telt er 9? Nee, wie telt er 10?
Wie telt er meer dan 10? 14. Nederland is een land waar we denken in hokjes, maar mijn stelling is, voor disruptie in onderwijsland hoeven we de hokjescultuur niet te doorbreken. Het past prima in de hokjes die we hebben. We moeten er alleen werk van maken. Je zou de Kroo's bijvoorbeeld kunnen zien als een eilandencultuur. Daar kun je je door laten vastzetten en denken, nou, met flexibilisering dat wordt nooit wat, want flexibilisering vraagt ruimte. En je moet de vakken intact laten en de waarde van de vakken, en die leiden allemaal tot een diploma. En het wordt pas interessant als je ook die opbouw hebt in je curriculum. Maar je kan ook kijken van welke ruimte bieden de Kroo's wel. Het is net als dat je op een camping bent. Je kan allemaal in je eigen tentje blijven zitten. Maar als je bijvoorbeeld op een festival bent in een camping, dan is het veel handiger om de kinderen in één tent te duwen met een paar begeleiders en zelf allemaal naar het festival te gaan. Zo hebben Airbnb en Uber ook gewerkt. Die hebben binnen de bestaande structuren nieuwe businessmodellen ontwikkeld. En die zijn anders gaan denken. Als je dat dan vergelijkt in het hoger onderwijs, heb je bijvoorbeeld de NCOI. Die werkt al vanuit het blokkendoosprincipe. Dus die heeft modules die je zelf als student kan volgen. En je kan dan natuurlijk wel onder randvoorwaarden, kan je zelf je diploma's gaan samenstellen. En gepersonaliseerd onderwijs volgen in wezen. Als je nou een hogeschool plot, dan heb je deeltijdopleidingen, voltijdopleidingen, associate degrees. Je hebt je eigen corporate academy, je hebt professionals en bedrijven of contractonderwijs. En daar zie je toch allemaal vergelijkbare modules in terug. In dit plaatje hebben we 30 EC genomen als maatstaf, maar je kan natuurlijk veel fijner nog werken. En dan zie je toch dat je modules moet hergebruiken. Over opleidingen heen, maar ook over type opleidingen heen. Flexibiliseren voor mij is die blokjes hergebruiken. En de docent dus zien als een ZZP'er eerder, die vanuit zijn expertise op de juiste plek het juiste onderwijs geeft. En niet dat elke opleiding zijn eigen taalopleiding heeft, zijn eigen basisrecht heeft, zijn eigen basisstatistiek heeft, maar dat je veel meer naar het geheel kijkt en kijkt van wie geeft nou het beste les in statistiek en laten we die opleidingsoverstijgend inzetten. Ook de student kan dan veel makkelijker zijn eigen leerroute gaan bepalen. Nou, zo'n leerroute zou je kunnen zien als een metro of een plattegrond van een metro. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor het energieonderwijs. Op welke manieren kan je allemaal doorstromen naar een energiemaster? Nou, dat kan op meerdere manieren. En daarmee heb je toch al een eerste stap gezet in flexibilisering. En je bent niet afgeweken van je Kroo-structuur of wat je verder allemaal in de structuur hebt zitten. En mijn stelling is dat het vooral een heleboel werk is om daar te komen, flexibilisering. En dat je dat werk onder ogen moet zien en moet uitorganiseren. Het gaat aan de ene kant over het systeem. Dus als je je docent ziet als een ZZP'er, moet je echt je HR-systeem daarop aansluiten. En ook je beloningssysteem, dus je hele financiële denken, moet daarop gericht zijn. Je moet je content digitaliseren, want daarmee bereik je ook dat je schooloverstijgend je lessen kan geven. En je moet ook je systemen daarmee standaardiseren, dus dat het binnen elke opleiding ook hetzelfde werkt. Want dat kost het minste overstaptijd van de ene plek naar de andere plek. En je moet heel veel aandacht hebben voor de mens. Want wat ik al zei, de docent is niet ICT-vaardig over het algemeen. En zien ICT toch als die weerzinwekkende kikker. En wat ik ook denk is dat we dat ons kompas moet blijven kwaliteit. Nou, als je kijkt naar Uber, die meten kwaliteit heel erg op de klanttevredenheid. Wat wij dus zouden kunnen doen is dat we ons NSC veel meer verbinden aan de kwaliteit van het onderwijs in plaats van aan de kwaliteit van de voorzieningen en het systeem. Dus, we moeten niet binnen onze comfortzone blijven zitten als ecosysteem. Misschien moet je de onderwijsondersteuner ook zien als de student van morgen. Degene die de leeromgeving ontwikkelt en beheert en zorgt dat hij zich aanpast aan de student en aan het hedendaagse onderwijs en die dat zo goed mogelijk weet samen te stellen. Dat je je docent vindt in het werkveld, dus vanuit de ervaring van het werkveld ook juist die kennis terugbrengt in het onderwijs. Dat je de onderzoeker verbindt met het onderwijs. Dus dat ook dat een plek is waar studenten het nieuwste van het nieuwste kunnen meekrijgen.
En ook de student is natuurlijk onderdeel van dat ecosysteem. En nu vraagt u zich vast af, ja, die 16-jarige student, kan die al die flexibiliteit wel aan? Of moet die niet gewoon gedisciplineerd worden en blijven en gemotiveerd? Want anders maakt hij maar een potje van. Dat is vast zo, maar tegelijkertijd is de student, en zeker in 2020 en al helemaal in 2032, degene die als baby al op een iPad wist te swipen en informatie wist te vinden, nog voor zijn handenmotoriek geschikt waren om een pen vast te houden of om iets te schrijven of een boek uit de bibliotheek te kunnen halen. Nou, dat doet vast ook wat met de ontwikkeling van je brein en hoe je bezig bent met informatie te vergaren en informatie tot je te nemen. Digitalisering heeft het mogelijk gemaakt dat we steeds meer een zwermende samenleving worden. Hoe pakken we het aan, zodat we net als vogels, als zwermen vogels feilloos onze koers vinden door slimme samenwerking? Leren en werken blijven leven lang met elkaar verbonden. Ons onderwijs verrijkt mens en maatschappij en sluit aan met de behoefte die zich op dat moment voordoet. Ik denk dus dat we drie dingen moeten doen. We moeten de hokjesgeest laten vliegen en disruptie teweeg brengen door binnen kaders te kiezen voor compleet ander gedrag en interpretatie. Bijvoorbeeld het werkveld inzetten als de nieuwe docent. Ten tweede moeten we leren het hele ecosysteem vanuit een heel ecosysteem te denken en te doen. En als vogels in de zwerm zorgen dat randvoorwaardelijke zaken voor elkaar zijn om deze transitie mogelijk te maken. En dan denk ik aan het digitaliseren van het lesmateriaal, het ICT-vaardig maken van de docent, het gedifferentieerd gaan lesgeven, het interactief gaan lesgeven, het administratieve systeem op orde te krijgen en digitaal vergaande standaardisatie af te dwingen. En flexibilisering houdt dan echt in hergebruik van onderwijsmodules, het online aanbieden van modules, experts onderwijs laten geven, bijvoorbeeld door flitscolleges en die goed her te gebruiken. En het derde is dus het werk goed uit te organiseren en de kloof tussen ICT en docenten overbruggen. Nou, voor mijn eigen afdeling, ICT-afdeling, betekent dat we moeten kantelen. Dus dat we dicht bij het onderwijs moeten zitten. Dat is ontzettend belangrijk binnen een instelling, dat ICT goed gepositioneerd is dicht bij het onderwijs. Dat we niet meer strijd hebben tussen informatiemanagement en de ICT-uitvoering, maar dat we als één geheel optreden naar de eindklant. Dat we maatwerk maken waar het moet en dat we standaardiseren waar dat kan en waar dat geen probleem is. Dus waar je geen bijzonderheid hebt, moet je kunnen standaardiseren. Dan wil ik afsluiten met het plaatje van Villemaar uit 1910. Die tekende het onderwijs zoals hij het zag in 2000. Hij heeft veel meer plaatjes getekend, onder andere voorspelde hij toen al de wifi. Nou, hier zie je dat het schoolbord is verdwenen, dat de docent de boeken in een machine stopt en dat iemand eraan zwengelt. Nou, ik vind dat een fantastisch plaatje die heel erg toepasbaar is in het nu. Maar we zijn nu 100 jaar verder en ik hoop dat de dichter we bij dat moment komen, de sneller de tijd gaat. En ik wil helemaal afsluiten met het plaatje van het ecosysteem. En mijn vraag aan u is, waar zit u in het ecosysteem? En in hoeveel ruimte geeft u de vogeltjes om u heen om goed te vliegen en niet met elkaar te botsen? Dank u wel.